Goedemorgen iedereen en welkom bij een nieuwe video van de Stem van Songfestival.be met mezelf, Matthias, Jonathan en Thibaut. En vandaag gaan we het lied uit Oekraïne bespreken, Kalush Orchestra met Stefania. En ik ga meteen vragen aan Jonathan wat hij van de Oekraïnse inzending denkt. Ja, het is... because of reasons, zeer moeilijk om de Oekraïense inzending op zichzelf te beschouwen dit jaar. Ik denk dat we het daar wel over eens kunnen zijn. Als ik dat even probeer, vind ik het lied op zich is totaal niet mijn stijl, maar echt totaal niet. Maar ik zie wel dat hier een groot publiek voor kan zijn. Dus zelfs los van de hele situatie die we nu hebben, zie ik wel dat hier veel mensen geïnteresseerd in kunnen zijn. Het heeft heel mooi de lokale plaatselijke invloed. Het is authentiek, het is oprecht. Ik geloof het allemaal wel. Het kan heel veel sfeer creëren op het podium in Turijn. Dus dit zal zeker scoren. Daar ben ik heel zeker van. Maar dat neemt niet weg dat ik het zelf echt een verschrikkelijk irritant nummer vind. Voilà, kijk, sorry. Dat gebeurt dan ook weer natuurlijk. En om dan toch, ja, we kunnen niet om de hete brei heen draaien. Er wordt wel gesuggereerd van, ja, kijk, gaat Oekraïne niet gewoon winnen dit jaar? En met alle sympathie stemmen van dienst. Ik hoop van niet. Omdat als Oekraïne dit jaar zou winnen, is het voor altijd de winnaar omdat. Het zal nooit een winnaar zijn om de kracht van het lied of de kracht van de artiesten. Het zal altijd een winnaar zijn. Of het nu klopt of niet, maakt niet eens uit, want dat gaan we toch nooit zeker kunnen weten. Maar het zal voor altijd gebrandmerkt worden als die ene winnaar die won vanwege de sympathie. En dat is toch wel een weinig elegante overwinning om te behalen, denk ik. Komt daar nog eens bovenop dat ik echt wel denk dat een songfestival organiseren het allerlaatste is wat er nu in de hoofden van de Oekraïners omgaat. Dus het mag van mij zeker scoren en het mag van mij sympathie krijgen, maar ik wens ze van harte een tweede plaats toe in Turijn. Voilà. Oké, wat denk jij van de Oekraïense inzending, Thibaut? Ik deel een beetje de mening van Jonathan. Ik vind het persoonlijk ook echt een verschrikkelijk nummer. Het is totaal niet mijn stijl. Hoewel ik de Oost-Europese elementen erin, in het refrein wel... kan ik wel appreciëren. Maar algemeen vind ik het geen goed nummer. Ik merk wel inderdaad dat er wel een publiek voor is, dat er wel veel mensen het kunnen appreciëren. En ik begrijp dat ook wel. Ik denk dat Oekraïne zeker naar de finale gaat en misschien wel in de top 10, misschien wel, wie weet, de top 5 eindigt. Maar ik hoop inderdaad ook echt niet dat Oekraïne het Songfestival wint. Niet omdat ik het de Oekraïners niet gun, maar gewoon dat zou ten eerste voor volgend jaar het Songfestival organiseren in een land dat oorlog is. Dat zou alleen maar voor problemen zorgen. En we hebben het al gezien in 2017. Dat verliep ook niet echt vrij vlot in Oekraïne. Dus ze mogen zeker in de top 10 of in de top 5 eindigen, maar geen overwinning. Hoewel ik de situatie en de sympathie voor Oekraïne wel snap, denk ik niet dat een overwinning het juiste resultaat zou zijn. Ja, en het zou mij niet verwonderen als Oekraïne wint. Het is niet mijn favoriet dit jaar, maar het zou mij niet verwonderen. En als dat gebeurt, ja, denk ik dat we zeker kunnen zeggen dat we volgend jaar niet naar Oekraïne gaan, want er komt organisatie bekijken die dan de dag nadien aan moet beginnen, dus dat gaat nooit gebeuren, dan wordt het eerder Londen of zo. Het nummer zelf, ja, de etnische invloeden vind ik net zoals Thibaut nog enigszins goed. Aan het rapgedeelte erger ik mij. Dus ik zou dat ook liefst weggelaten zien uit het nummer. Het zal zeker sympathiestemmen krijgen, maar ik hoop dat, want ik ben daar nooit voor, ik hoop dat mensen, en ik vind dat mensen, op een nummer moeten stemmen omdat ze het goed vinden, niet omdat het een buur is, of omdat ze verwachten veel punten te krijgen, of uit sympathie. Dus als mensen erop stemmen, hoop ik dat ze het oprecht goed vinden. En ik denk dat mensen misschien ook wel zo eerlijk zullen zijn om gewoon uit persoonlijke smaak te stemmen. Oekraïne zal sowieso naar de finale gaan volgens mij. En wellicht top 10.
Maar ik hoop net als de twee mede-redacteurs in deze video dat het niet wint. Ook omdat het nog maar 5 jaar geleden is, of 6 jaar, dat Oekraïne nog eens won. 5, ja. Ah, oh, nee, winnen is 6. Winnen is 6. Organiseren 5. Ja. Dus ik zie liever een ander land winnen dit jaar. Maar ik geef het toch een... ik zal misschien meteen beginnen met mijn score. Een 6. En dan, Jonathan, jouw punten. Als ik het lied op zichzelf beschouw, kan ik het echt niet meer dan een 5 geven, sorry. Dus een 5 op 10, ja. En Thibaut? Ik geef ook een 5 aan Oekraïne. Oké, dus dat zijn de punten van onze drie. Nu verschijnen ergens in beeld nog een gemiddelde score van onze andere redacteuren. En ook jullie punten worden er nog bijgeteld. Daarvoor hebben jullie tot morgenochtend de tijd. En meteen daarna maken we de algemene score bekend. Om ook met een nieuwe video, een nieuwe beoordeling te komen. Tot morgen.